hij weer klaar zit. Aan de andere kant van de luidspreker. Nou, dat komt heel goed uit, want ik zit klaar aan deze kant van de luidspreker. En ik ben van plan om jou een prachtig, oeroud toververhaal te vertellen. Een verhaal waar heel veel in gebeurt. Een verhaal over een kind zoals jij. Een echt gelukskind. Want je weet, als je een gelukskind bent, dan gaat alles altijd heel goed met je. Dus ik zou zo zeggen, ga lekker zitten. Zet je oren wagenwijd open. En luister heel goed. Zo, even een pijpje opsteken. Zo, even de benen strekken. En dan kunnen we nu beginnen. Let op. Heel lang geleden kreeg een arme vrouw een kind. En dat kind werd met de helm geboren. En iedereen in het hele dorp wist dat natuurlijk, want een kind dat met de helm geboren werd, dat betekent een gelukskind. Die zou alles voor de wind gaan. En er werd ook voorgespeld dat dat kind op zijn 14e jaar zou trouwen met de prinses van het land. Maar nou gebeurde het dat op dat moment de koning juist in dat dorp op bezoek was. Maar hij had zich verkleed, zodat niemand wist dat het de koning was. En die koning was niet zo'n aardige man. Hij was bijzonder boosaardig. En toen hij hoorde dat er een kind geboren was, waarvan voorspeld was dat hij op zijn 14e zou trouwen met zijn dochter, toen werd hij woedend. Wat, dacht hij, die arme mensen, dat nooit. En hij ging met een hele aardige glimlach om de lippen naar die mensen toe en hij zei, oh, ik wil zo graag voor jullie kind zorgen. Sta me dat kind aan mij af. En hij legde heel veel gouden munten op tafel neer. En de ouders wilden eerst natuurlijk niets weten van dat voorstel. Maar toen ze zoveel goud zagen, dachten ze, het is inderdaad een gelukskind. En iemand die zoveel goud wil geven, die zal zeker goed voor ons kind zorgen. En ze gaven het kind aan de boze koning mee. En die deed het in een doos. En die doos gooide die in de rivier. En toen hij de doos zo zag wegdrijven, dacht hij, zo, van die lastpost ben ik af. En toen de doos verdwenen was om de bocht van de rivier, ging de koning terug naar zijn paleis. Maar er kwam absoluut geen water in de doos. Als een klein bootje bleef hij drijven. Een eind verderop raakte de doos vast in het riet. En toen kwam daar een molenaarsknecht langs. En die zag de doos daar dobberen tussen het riet. En die dacht, ah, wie weet wat er in die doos zit. Misschien is er wel een schat in. Misschien ben ik wel rijk. Hij probeerde met een lange stok om de doos uit de rivier te krijgen. En dat lukte hem. Hij maakte hem meteen open. En toen zag hij daar een heel lief klein babytje. Hij rende meteen naar de molenaar toe en zijn vrouw. En die vonden het zo prachtig dat ze besloten om het kind te houden en op te voeden. En zo groeide de jongen zeer voorspoedig op, tot hij 14 jaar geworden was. Maar tegen die tijd gebeurde het dat de koning weer langskwam. En op de 14e verjaardag bracht die boze koning
de nacht door in de molen van de molenaar en zijn vrouw. Oh, jullie hebben een hele aardige zoon, zeg. Hij ziet er goed uit. Oma koning, dat is onze zoon helemaal niet. Weet u, er is een heel vreemde toestand om dat kind. We hebben dat kind 14 jaar geleden in een doos gevonden in de rivier. Of liever gezegd, de molenaarsknecht heeft hem gevonden. De koning verbleekte. Wat? Dat moet het kind zijn dat ik in de rivier gegooid heb. Meteen had hij een plannetje klaar. Molenaar, is het misschien mogelijk dat jouw zoon, want het is natuurlijk eigenlijk jouw zoon, je hebt er 14 jaar lang voor gezorgd, dat jouw zoon een brief brengt naar mijn vrouw, de koningin. Ik zal er 2 goudstukken voor geven. Oh, maar natuurlijk, koning, natuurlijk, alles wat u wil. De koning ging zitten, nam zijn pen en schreef een brief. Beste vrouw, zodra deze jongen deze brief aan jou overhandigd heeft, laat hem dan ten dood brengen en begraaf hem meteen. Het moet allemaal gebeurd zijn voordat ik terugkom naar het paleis. Hij vouwde de brief dicht, deed hem in een envelop en gaf hem aan de jongen. En die jongen ging wel gemutst op weg, een vrolijk liedje fluitend. En hij liep de hele dag en de hele avond in de richting van het koninklijke paleis. Maar ja, als je de hele dag zo loopt, dan word je moe. En als je vooral niet eet, dan word je heel hongerig. Dus toen hij midden in het bos aankwam bij een klein huisje, klopte hij aan en een oud vrouwtje deed open. O, vrouwtje, kan ik hier vannacht slapen en misschien wat eten, want ik ben zo moe en zo hongerig. O, nee, dat kan absoluut niet, jongen, dat kan niet. In dit huis wonen verschrikkelijke rovers en ze zullen allerlei kwaad aan je berokkenen als je hier blijft. Maar de jongen was niet bang. Hij at wat en viel meteen op een bank in slaap. Het oude vrouwtje zuchtte. En toen kwamen de rovers thuis. En je begrijpt hoe woedend ze waren toen ze daar die vreemde jongen zomaar in hun huis waren zagen slapen. Wat is er aan de hand? Wie is die knaap? Meteen namen ze zijn brief af, scheurden de envelop open en lazen met grote ogen dat die jongen door de koningin doodgemaakt moest worden. Nu kregen ze medelijden. Een van de rovers moest zelfs een klein traantje wegpinken. De roofhoofdman ging aan tafel zitten, nam een pen en schreef met sierlijke letters: lieve vrouw, zodra deze jongen jou deze brief overhandigt, laat hem dan meteen trouwen met mijn dochter. Maak een grote bruiloft en alles moet gebeurd zijn voordat ik terugkom naar het koninklijke paleis. Ondergetekend, je man, de koning. Zo, daar zal die gemene koning van opkijken. Ze deden de brief weer in een keurige envelop en de volgende morgen stuurden ze de jongen op weg naar het koninklijke paleis. En die had niets in de gaten. En toen de koningin de brief las, haalde ze meteen haar dochter. En die keek de jongen even aan. En ze vond het een hele aardige, lieve jongen. En ze werd meteen verliefd op hem. En er werd een gigantische bruiloft gevierd. Overal werden de vlaggen uitgehangen en een prachtige maaltijd werd klaargemaakt. En er was toneel en er was gezang en er werd muziek gespeeld. Kortom, iedereen was blij. Tot de koning terugkwam. Toen hij hoorde wat er gebeurd was, werd hij woedend. Hij nam de brief en las en zag dat het niet zijn brief was. Waar is die jongen? De jongen werd voor hem gebracht. Hoe komt het dat jij deze brief hier gebracht hebt? Dit is niet de brief die ik geschreven heb. Oh, ik weet nergens van. Ik weet nergens van.
Dat moet dan gebeurd zijn in het bos, terwijl ik lag te slapen. Maar zo makkelijk kom je hier niet vanaf, jongetje. Jij kunt alleen maar met mijn dochter trouwen als jij uit de hel de 3 gouden haren van de duivel terugbrengt. En nu scheer je weg. Ik wil je niet eerder zien tot je hier die 3 gouden haren van de duivel brengt. De jongen nam afscheid en ging op weg in de richting van de hel. En hij liet de koning handen wrijvend achter. Zo, die ben ik kwijt. De 3 gouden haren van de duivel, die vindt hij immers nooit. Maar de jongen was een echt gelukskind. En de hele dag liep hij zo door in de richting van de hel. Zo nu en dan volg je de weg, weet u misschien waar de hel is? En dan kreeg hij de weg aangewezen. En zo kom je bij een grote stad aan. Hongerig. Hij klopte op de grote stadspoort. En de poortbewaker deed open. Zeg, wie ben je? En wat ken je? Wat is je ambacht? Kun je nog iets soms? Nou, ik heb geen ambacht hoor, maar ik weet alles. Nou, als je dan alles weet, dan kun je onze stad misschien een grote dienst bewijzen. Midden op de markt staat namelijk een grote fontein. Die heeft tot nu toe altijd heerlijke wijn gespoten. Maar de laatste tijd is die ineens droog gevallen. Er komt zelfs geen water meer uit. Nou, zei de jongen, als ik terugkom, dan weet ik het. Hij kreeg wat te eten en ging weer verder. Tot hij na een paar dagen lopen bij de volgende grote stad aankwam. En ook daar was een probleem. Ergens in de stad stond een groot, prachtige boom. En tot nu toe hadden er altijd gouden appels aan gegroeid. Maar de laatste tijd was de boom verdord. Er groeide geen appeltje meer aan. En zelfs de bladeren begonnen bruin te worden. Nou, zei de jongen, ik weet alles. En als ik terugkom, dan zal ik je vertellen wat je moet doen. En zo kreeg hij heerlijk te eten en liep hij weer verder. En eindelijk na vele, vele weken kwam hij aan bij een grote rivier. En aan de andere kant van de rivier, daar lag de hel. De veerman zette hem over in zijn kleine bootje. En hij vroeg aan de jongen: ik weet niet of jij me kunt helpen, maar ik doe dit baantje nou al zo lang en er komt niemand die me komt aflossen. Oh ja, ik weet alles hoor. Oh, misschien weet jij dan hoe ik van dit baantje kan verlost worden. Ik zou zo graag eens iets anders willen doen. Ik moet mijn hele leven al met dit bootje heen en weer varen. Goed, als ik terugkom, dan zal ik het je vertellen. En zo komt de jongen in de hel aan. Daar is alles zwart en bepekt en beroet. Maar de duivel is niet thuis. Maar zijn petemoei is thuis. Een oud, aardig vrouwtje. Zo, jongen, wat wil je? Moedertje. Ik kom met iets heel moeilijks. Ik kan alleen maar met mijn vrouw getrouwd blijven als ik de 3 gouden haren van de duivel terugbreng. Oh, dat is heel moeilijk. En trouwens, als de duivel je direct ziet hier, dan zwaait er wat voor je. Dan krijg je het bijzonder moeilijk, want hij wil helemaal niet dat er vreemde mensen hier in de hel komen. Maar ik zal je helpen. Kom maar. Oh, maar ik heb ook nog 3 vragen. 3 vragen? Ja, ik wil graag weten waarom er een fontein ergens in de stad geen wijn meer spuit. En waarom er geen gouden appelen meer aan een boom groeien in een andere stad. En hoe de veerman hier vlakbij van zijn baantje verlost kan worden. Nou, dat zijn hele moeilijke vragen, zeg. Hele moeilijke vragen. Nou, ik zal proberen daar iets aan te doen. Wacht eventjes, ik zal je eerst eventjes een beetje veranderen. En ze verandert de jongen in een klein miertje. En ze zet dat miertje voorzichtig tussen de plooien van haar rok. En net op tijd, want daar komt de duivel thuis. Ik ruik mensenvlees. Oh, no, nee, 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 er is niets aan de hand.
Maar de duivel wil van niets weten. Hij roept en schreeuwt en zoekt door het hele huis heen. Haalt alles overeind. Dan heb ik net alles opgeruimd. Dan maak jij er weer een bende van. Jij met je mensvlees. Kom, eet je avondboterhammen op. De duivel gaat grommend aan de tafel zitten en eet zijn avondeten op. Dan gaat hij bij het moedertje zitten en legt zijn grote behaarde hoofd in haar schoot. Moedertje, haal jij eerst eventjes wat vlooien uit mijn haren, want ze steken me zo. En de moeder begint de duivel te vlooien. En zo valt hij in een diepe, vredige slaap in haar schoot. En dan trekt ze meteen de eerste gouden haar uit zijn hoofd. 1, 2, auw! Wat doe je nou? Oh, ik had een droom. Ik had een hele vreemde droom. Ik droomde dat er ergens in een grote stad een fontein op een markt stond die tot nu toe wijn spoot. Maar ineens is hij opgehouden met spuiten en niemand weet hoe het komt. Oh, dat is heel eenvoudig. Onder die fontein zit een steen en daar zit een pad op. Als je die pad wegjaagt, dan begint hij weer te spuiten. En dan komt er weer heerlijke wijn uit. En laat me nu slapen. En weer valt de duivel in slaap. Maar met duim en wijsvinger pakt ze de tweede haar vast en ze trekt 1, 2... Auw! Wat doe je nu? Je trekt aan mijn haren! Ja, dat komt omdat ik een droom had. Ik droomde dat er ergens in de stad een boom stond met gouden appels. En ineens groeiden er geen appels meer aan. En werden de bladeren bruin. En niemand wist hoe het kwam. Oh, dat is heel simpel. Er groeit namelijk een wortel onderaan die boom waar een klein muisje aan zit te knagen. Als je dat kleine muisje wegjaagt, dan begint de boom weer te groeien en te bloeien. En nou wil ik slapen en kom niet meer aan mijn haar. Ik waarschuw je. En hij viel weer in een diepe slaap. En weer trok het oude vrouwtje een haar uit het hoofd van de duivel. Een gouden haar. En hij sprong op. En hij wilde het oude vrouwtje een klap in de oren geven. Maar hij was toch erg nieuwsgierig. Had je soms weer een droom? Ja, maar ik durf het je niet te vertellen. Nou, ik ben toch wel nieuwsgierig, vertel maar. Ik droomde dat de veerman alsmaar heen en weer moest varen en niemand kon hem aflossen. En hij wilde weten hoe dat moest. Of hij ooit bevrijd kon worden van het vervelende baantje. Oh, dat is heel eenvoudig. De volgende klant die hij krijgt, moet hij gewoon de roeiriemen in de handen duwen en dan snel wegrennen. En dan kan die andere, moet dan voor zijn hele leven heen en weer blijven varen. En nou wil ik slapen en kom niet meer aan me. Ik beloof het. En zo valt de duivel in zijn bed dit keer in een diepe slaap. En hij snurkt zo hard dat de wanden ervan trillen. Met afgrijzen kijkt het jongetje naar die verschrikkelijke duivel. Maar dan haalt het vrouwtje hem uit de plooien van haar rok en maakt ze hem weer groot. Ze geeft hem de drie haren. Hier zijn de drie haren. En maak snel dat je wegkomt, voordat de duivel weer wakker wordt. De jongen bedankt haar zeer, zeer hartelijk. En hij heeft drie antwoorden op de vragen stevig in zijn oren geknoopt. En zo gaat hij terug, op weg naar huis, op weg naar zijn vrouw. En hij komt aan bij de rivier. En de veerman is blij om te zien. O, jongen, het gebeurt niet veel dat iemand levend terugkomt uit de hel. Jij lijkt me een gelukskind toe. Kom in de boot, jongen, kom in de boot. En trouwens, heb je het antwoord op mijn vraag? O ja, ik heb het antwoord op je vraag, maar dat vertel ik je pas
als we aan de overkant zijn. De veerman vaart extra snel. Aan de overkant springt de jongen uit de boot en vanaf de kant geeft hij het antwoord van de duivel. De volgende klant die je krijgt, moet je de roeiriemen in de handen stoppen. En die zit dan voortaan altijd vast aan jouw boot en jij moet maken dat je wegkomt. Oh, dankjewel jongen, dankjewel. En de jongen gaat zo snel mogelijk verder naar huis. En hij let goed op dat hij de 3 gouden, kostbare haren niet verliest natuurlijk. En zo komt hij aan bij de grote stad, waarvan de boom met de gouden appels niet meer bloeien wil. En hij wordt ontvangen met open armen door de poortwachter. En jongen, heb je de oplossing? Oh ja, onder aan de boom knaagt een klein muisje aan de wortels. Als je dat muisje vangt of wegjaagt, gaat de boom weer bloeien. Hij wordt meteen binnengelaten en ze gaan graven. En inderdaad, daar vinden ze een klein muisje. En het muisje wordt meteen doodgemaakt. En ja hoor, op hetzelfde moment begint die boom weer te bloeien. En iedereen is zo blij dat de jongen 2 grote ezels krijgt beladen met goud. En zo gaat hij verder, tot hij bij de volgende stad aankomt. En ook daar willen ze weten of hij een oplossing heeft voor de fontein die geen wijn meer wil geven. Oh ja, onder de fontein zit een steen en daaronder zit een pad. Als je die pad wegjaagt, komt er weer wijn uit. Iedereen staat om de fontein heen en ze beginnen te graven. En ja hoor, daar vinden ze een pad. En die pad wordt meteen weggejaagd. En hetzelfde moment spuit er uit die fontein de heerlijkste rode wijn. Je begrijpt dat iedereen heel blij is en hij krijgt een grote ezel en nog een grote ezel en nog een grote ezel. Beladen met het kostbaarste goud. En zo komt de jongen aan bij het koninklijke paleis. En daar zat de koning en de koningin en zijn lieve vrouw. De koning zet grote ogen op. Niet alleen is de jongen teruggekomen met de 3 gouden haren van de duivel, maar ook nog als een rijk man. De hebzucht straalt uit de ogen van de boze koning. Hij wordt poeslief. Oh, jongen, je begrijpt natuurlijk dat je nu voortaan altijd met mijn dochter getrouwd kunt blijven. Maar waar heb je dat goud allemaal vandaan? Oh, het ligt bij een rivier. Heel eenvoudig, je hoeft het zomaar op te rapen. Bij een rivier? Oh ja, er ligt ontzettend veel goud. Waar is die rivier dan? Nou, je hoeft alleen maar alsmaar rechtdoor te lopen. Je komt langs 2 grote steden. En dan is er bij die rivier een veerman. En die brengt je naar de overkant toe. En daar is het goud. De koning gaat meteen op weg. En als hij daar aankomt en in de boot stapt van de veerman, drukt de veerman hem meteen de roeiriemen in de handen en maakt dat hij wegkomt. En nu is de koning gedoemd om zijn hele verdere leven heen en weer te varen over die grote rivier. Want er is niemand die hem de roeiriemen wil afnemen. En je begrijpt dat die jongen al heel spoedig de koning van het land wordt. En dat hij heel lang en heel gelukkig leeft. En omdat het een gelukskind is, gaat het ook heel goed met het land. Ja, en dat is dan weer het einde van dit oeroude toververhaal. Want zo gaat het met oude toververhalen.
Ze hebben een begin en een eind. En als jij heel goed geluisterd hebt en alles heel goed onthouden, dan kun jij dit verhaal misschien later verder vertellen. Maar je moet wel heel goed opletten. Je mag helemaal niets, maar dan ook niets, veranderen. Als je het verhaal nog eens een keer wil horen, dan kun je natuurlijk het verhaal het beste opnemen op een cassetterecorder. Ja, dan kun je het verhaal zoveel horen als je zelf wil. Maar het beste is als je het verhaal zelf later verder vertelt. Want niets is zo leuk als verhalen vertellen.